Dat is beter. Dat is beter. Even mijn geluid uitzetten. Zo, goeie avond al diegenen die binnen druppelen hier. Even kijken. Ja, ik zie opmerkingen. Dan ga ik toch ook eventjes de pagina waar alle spullen staan, die ga ik opzoeken en linken voor jullie. Dat is wel zo handig. Ik heb gekeken of de spullen er stonden en gelukkig dat was het geval. Even kijken hoor, of ik dat voor elkaar krijg zo snel. Dan moet ik niet hier zijn. Nou, kom. Daar moet ik zijn. Even voor dames. Ik dacht dat ik het goed deed, maar nou doet hij het niet goed. Bij mij. Facebook Lives. En dan moet ik naar mijn eigen Facebook van vanavond. En dat is deze. En dan ga ik nu de link kopiëren en dan gaan we die gezellig, nou kom, ga ik hier plakken als ik het goed doe. Ja, dus voordat ik begonnen ben staat in ieder geval, staan de producten gelinkt, dat heb ik net gecontroleerd. En dan weten jullie ook dat ik vanavond wat ga doen bij de Art by Marlene Signature collectie. Nou, je weet, ik vind heel veel leuk. En nu vond ik het wel eens leuk om lekker met een vrolijke, kleurrijk iets aan de gang te gaan. Weer eens wat anders, met verf en met een mask. Dus ik denk, we gaan het eens op deze manier snel doen. Waar ga ik op werken? Ik ga werken vanavond op aquarelpapier. En dit is een stukje papier van het papier van Art by Marlene. Dat werkt heel erg goed met hetgeen wat ik vanavond ga doen. En dat stuk papier, dat is 10,5 bij 21. Hoe kom ik eraan? Nou, ik heb de albums van Art by Marlene. En heel vaak doe ik daar dus een blad tussen als ik een zwarte of een andere gemaakt heb. Dus dan gaat er wel eens een blad uit. Nou, daar kan je hem uithalen. Dat is hetzelfde papier. En in de vorige serie is dit blokje uitgekomen. Misschien hebben jullie dat nog. Dat is dus een blokje waar dus een wit aquarelpapier zit met een matlaag. Nou, dat is bij dit dus precies hetzelfde. Deze is dus 10,5 bij 21 en de matlaag is 11,5 bij 21,5. En straks, als we klaar zijn, mat ik hem dus hierop en gaat hij mijn journal in. Dus dat is het werkpapier waar we op gaan werken. Waar ga ik mee werken? Ik ga werken ook met haar verf. Nou, zag ik de verf niet in de webshop bij Marjan. Maar dit kan natuurlijk ook met Amsterdam. Welke verf je ook maar hebt. Zorg dat de kleurtjes een beetje hetzelfde zijn. Wat heb ik? Ik heb een groen, een turquoise, een blauwe, een gele, een paarse, een neonroze en een lees, een witte. Maar die ga ik denk vervangen voor de Amsterdam acryl. En waarom? Deze is wat meer dekkend en als je die witte bloemen hier gaat maken zometeen, dan werkt het prettiger als je gewoon met een sponsje en een dekkende verf werkt. Oké, dan ga ik werken met sponsjes straks. Ik heb van deze driehoeksponsjes en ik ga jullie straks laten zien. Deze heb ik ook de vorige keer al gebruikt bij deze. Die heb ik gewoon in een sopje uitgespoeld en die ga ik vanavond weer gebruiken. Als je denkt van dit geeft af, dat doet het niet, dan kan je ook zeggen ik knip dit stukje eraf en dan kan je gewoon met de volgende kleur verder. Gelinkt staan deze blokjes. Die werken ook prima. Maar daar heb ik er maar één van. Dus dat zijn gewoon van die spons waar je lekker zo meteen mee kan deppen. Dan ga ik gebruiken
een van deze masks. En dat zijn de masks ABM 185. En daar heb ik gebruikt de 185C. Deze. Met de bloemen. Die gaan we gebruiken. Daar zit ook nog in. Kijk, deze. Die is ook wel heel erg mooi. Ik zal hem even zwart houden. Dat kan je het wel zien. Goed zien. Waar is mijn belletje zwart? Hier. Kijk. Kijk hoe mooi deze is. Dus die is ook hartstikke mooi. Die heb ik al ergens anders op gebruikt. Maar deze kan je dus ook gebruiken. Of deze. Maar ik wilde juist voor die mooie rand die ik hier gebruikte, vond ik wel leuk dat het een rand was. Oké. We gaan lekker van start. Ik zie helemaal geen opmerkingen. Kan dat kloppen? Is alles uitgeschakeld? Ik hoop het niet. Hoe gaan we beginnen? Ik leg deze even apart. Ik ga natuurlijk beginnen op mijn achtergrondje. Ik heb hier een sheetje naast mij liggen waar ik de kleurtjes op ga doen. En deze kan ik straks gewoon weer lekker schoonmaken onder de kraan met een doekje. En dan ga ik de twee kleuren blauw hier opzetten. Kijk. Deze verf altijd ondersteboven bewaren. Dan gaat het tutje niet dicht zitten. Ik doe ze niet dicht op elkaar, want ik smeer ze meestal een beetje uit, dat je niet te veel hebt. Een roze. Doe ik eronder dan. Oh, kijk. En dan zit ik te verkondigen. Hij zit niet dicht en hij zit... Oh nee, kijk. Dan zit deze wel dicht. De roze. De paarse. En ik vind met dit weer hebben we wel een beetje vrolijke kleuren nodig. Vind je niet? Ik vind het maar ongezellig weer. Koud. En ik zou een zonnetje ook wel fijn vinden. Toch? Eerst met deze kleurtjes beginnen. Waar ga ik beginnen? Ik ga in het midden beginnen. En in het midden ga ik beginnen met een ovaal van turquoise. En dat is de kleur Mermaid. Oh, ik mis nog een kleur volgens mij. Ja, ik mis nog de kleur oranje. Even pakken. De kleur Boom mis ik nog. Die neem ik ook. Kijk, op. Oh. Nou, dat is toch een leuk vrolijk kleurenpalet. Zo, even op mijn blaadje. Ik neem een sponsje. Ik dep hem in de verf. Ik dep hem iets af dat ik niet gelijk een klodder aanzet krijg. En ik ga in het midden beginnen met die verf aanbrengen. In ongeveer een ovaal. De kleuren gaan elkaar overlappen, dus dat maakt niet zo heel veel uit. En straks doe ik nog een tweede laagje erover. Dus niet bang zijn dat het niet dekt. Of weet ik wat. Deze verf dekt wel hoor. Kijk, dat is mijn eerste laagje. Dan ga ik daarnaast een geel laagje zetten. Daarvoor neem ik even een ander sponsje. Oh. Ik moet even lachen. Ik zet een vingerafdruk op mijn iPad. Ik zit in de verf. Nou, maakt niet uit. Ik ga nails en geel er langs zetten. En dat doe ik weer gewoon op dezelfde manier. Ik dep ook gewoon over dat blauwe heen. En ik zet er een gele geel randje omheen. Ik heb geen maatje erbij, dat maakt ook maatstabel erbij, maar dat maakt ook niet uit. Gewoon die roze rand maken. Of die roze, die gele. Dan ga ik door, dan dep ik even mijn kwastje schoon.
En dan ga ik door met de oranje. Die zet ik er overheen. Hop. Nou, niet helemaal eroverheen, hè. Een gedeelte eroverheen. En je ziet dat ik hetzelfde sponsje gebruik, hè. Oh, even een stukje omhoog. Zijn jullie tevreden met de kleurkeuze? Ik krijg helemaal geen reacties van jullie. Ben ik niet gewend. Anders is het hier net zo'n gezellig kippenhokkie. Maar nu zie ik niks. Dan doe ik het ovaaltje gewoon weer. En dan ga ik nog een keer. Goedenavond, Amanda. Beetje laat, maakt niet uit. Je ziet dat ik nog de verf aan het aanbrengen ben. Ik ben begonnen met turquoise. En dat was mermaid. Mermaid, ik zeg het goed. Nou, als je deze klaar hebt, dan ga ik gewoon door met hetzelfde sponsje. En dan ga ik naar de roze. En dan ga ik gewoon hier weer een randje roze langs zetten. Lekker vieze handen krijgen. Maar dat maakt niet uit. Tenminste, mij maakt dat niet zoveel uit. Dan hebben ze het geweldige water en zeep. Mijn berichtjes lopen ook niet door op de... Nee, hè? Mij ook niet. Maar dat geeft niet. Ik weet dat jullie er zijn. Gezellig. Kijk. En dan ga ik naar de volgende ronde. Dat is paars. En... Oh, het ligt mijn ding in de... Ik ga gewoon door met deze... Met dit sponsje. Je ziet hè, dat ik wel zorg dat ik probeer te voorkomen. Want nu vind ik dat ik een iets te harde rand krijg. Wat ga je maken? Ik ga het laten zien. Voor degene die iets later binnenkwamen. Kijk. Ja jongens, er zijn lekker heel veel lives voor jullie. En er is keuze zat en gewoon lekker kijken wat je leuk vindt. En terugkijken wat je ook nog wil zien. Zo. Ik kijk ook hoor graag bij anderen. Je leert toch altijd wat van elkaar. En dat is het leuke. Dan ga ik als laatste het blauwe doen. En dan ga ik weer terug naar mijn sponsje van het begin. Dan neem ik even mijn blauwe sponsje. En dan ga ik de blauwe er langs zetten. Ik zit met mijn... Oh, nou snap ik het. Er zit verf op mijn sjaal. Ik geloof dat ik die sjaal even afgooi. Een mooi neonkleurtje. Vind je het niet mooi? Nee, niet in de sjaal. Zo. Dan ga ik als laatste de blauwe eronder zetten. Ik ga even een papiertje eronder leggen, jongens. Want anders wordt mijn hele mat vies. En dan kun je straks helemaal niks meer opleggen. Dat is slimmer. Kijk. Dan kan ik ook even de rand goed meepakken. En nu vind ik hem nog niet mooi, hè? Maar straks gaan we dat gewoon even mooi afwerken. Gaan we weer terug met de kleuren. Gaan we alles weer in elkaar naar blenden.
Ik ga trouwens jullie volgende week iets nieuws laten zien. Daar ben ik zelf heel erg blij om. Nou, degene die ook een beetje de site van de duif volgt, die weet dat, dat ik reageerde onder een foto van als het een nieuw kleurmiddel is, dan, dan word ik heel nieuwsgierig. Nou, dat is het. En ik ga ze jullie showen. Het is echt super. Meer ga ik nog niet verklappen. Volgende week in de live meekijken. En dan ga ik er mee spelen. Ik ga wel met wat met de crunch doen. Maar ik ga... Kijk, nou heb ik helemaal geen... Mijn eerste en enige live. Ah, heb je jezelf op rantsoen gezet, Treintje. Nee, toch zeker? Graag geziene gast bij lives. Nou, nu zit de eerste laag erop. En nou ga ik gewoon weer terug naar mijn paars. En dan ga ik hier zo die twee kleuren toch een beetje lekker in elkaar proberen te laten lopen. En dat gaat best. En als je het niet mooi vindt, dan gebruik ik mijn vinger ook nog altijd even erbij. Kijk. Een mooi randje met paars erbij. Dan spreken de kleuren toch weer wat beter. En dan dep ik even mijn sponsje schoon. Want na de paars ging ik naar de roze. Dan pak ik hier weer roze op. En zet ik hier tegenaan weer de roze. Dus je maakt eigenlijk een tweede rondje met dezelfde kleuren. Waardoor de kleuren wat meer diepte krijgen. En ook wat meer in elkaar gaan overlopen. Dat wil ik niet. En je ziet ik mijn werk af en toe draaien. Dan kan ik er beter bij. Nou. Dan dep ik even die roze eruit, want dan ga ik naar de oranje en dan doen we hetzelfde. Nou, dat vind ik leuk om te lezen hoor, niet je specifiek bij mij komt kijken. Dat vind ik echt heel lief en leuk. En als laatste gaan we dan de geel ertussen zetten. Dan ga ik weer eventjes proberen mijn sponsje een beetje schoon te maken. En dan ga ik naar het geel. En dan ga ik hier als laatste geel tegenaan deppen. Dan wil ik eigenlijk liever niet dat paars. Dus dan doe ik gewoon met het vingertje even die paarse dingen weghalen. En als ik nou denk, ik vind het te veel, andere kleur er komen, dan doet Marjan. Kijk, hier, ik knip een randje van mijn spons af. En dan kan ik met de gele verf, die is dan schoon, dan kan ik gewoon verder. Kijk, wat een mooie... Ik vind dat daar nog een beetje paars kan. Kijk, en dat doe ik gewoon af en toe met mijn vingeren. Werk ik de kleur een beetje uit. Niet zo moeilijk. Dan ga ik in het midden nog een beetje... Oh, weg. Eerst langs de buitenkant hier en daar nog even blauw goed deppen. Dat die egaal blauw is. Nou, kijk eens. Dan wil ik in het midden toch nog een beetje... Nou, nee, ik ga het midden een beetje vervagen. Dat ga ik doen met wit. Dan ga ik deze even een beetje wegleggen. Anders ga ik met mijn mouw er weer in. Zo, die maak ik straks schoon. Die gooi ik in een emmer water. En dan kan je... Dan spoel ik ze uit en dan is het gewoon klaar. Hier, paars weghalen. Die vieze handjes van me eventjes ontdoen van de meeste verf.
Nou, dat vind ik echt superleuk. Waar heb je de kleuren verf op liggen, Marjan? Wat is dat? Oh, dat is een... ik ga het laten zien. Gewoon een sheetje, melkglas sheetje. Dat heb ik ooit eens ergens gekocht. En dat is gewoon een plastic matje. Maar je kan het ook op een... Wat ik ook altijd bewaar, is de plastic zakjes van mijn verpakkingen van het een of ander. Daar kan je het ook op doen. Maar als die op een gegeven moment op zijn, dan neem ik dus zo'n sheetje. En die neem ik zo meteen naar beneden. En die maak ik dan ook schoon. Als ik zo meteen met wit ga werken, dan neem ik wel een schoon sponsje. Maar die snapten jullie, denk ik. Kijk, zo meteen ga ik ook aan de gang. En dan neem ik een plastic zakje. Dan doe ik even het witte op. Ik ga deze droog maken. Deze verf droogt vrij snel, hoor. Dus dat gaat eigenlijk best wel goed. Ik doe ook altijd even de achterkant meenemen. Dan trekt hij weer wat meer recht. Dan vind ik hem in het midden vrij hard. En dat was bij de vorige ook. Kijk maar. En dan ga ik hem in het midden wat deppen met wit. Dus ik heb hier nu gewoon een oud zakje. Daar doe ik wit op. Ik heb een schoon sponsje. Want wit wil je natuurlijk geen andere kleur aan hebben. Daar zie ik een dotje. Gedroogde verf. Zo. En met dat witte ga ik nu even het midden een beetje witter maken. Lichter maken. Kijk, en wat ik nou doe, zien jullie het? Met mijn hand. Omdat ik dan mooi naar buiten toe kan uitvagen. Zo. En dan houden we een mooie blauwe gloed in de achtergrond. Dat wilde ik. En dan is die toch wat lichter. Nu gaan we het stencil gebruiken. Daarvoor pak ik mijn magneetmat. Want ik wil niet dat die aan de wandel gaat onder met mijn werk. Zo. Dan leg ik mijn schabloontje erop. En ik wil aan deze kant de meeste bloemen, dus ik leg hem er zo op. Kijken of de bloemen er allemaal opkomen. Recht. Dan leg ik hem vast met een aantal magneten waar ik toch niet hoef te sponsen, anders dan verschuif ik hem. Nu één tip van mij. Ga beginnen met niet al te veel verf op je sponsje. Anders gaat hij onder je schabloon doorlopen. Dat is echt niet mooi. Dat is bij mij gebeurd. Ik zal het straks laten zien. Maar probeer dat niet te doen. En dan doe je met een deppende beweging zo'n, ja, hoe moet ik het zeggen? Geen sponsende, maar gewoon tippende beweging breng je de bloemen aan. Ik ga hem laten zien. Ik haal hem vast. Ik doe hem alleen. Kijk eens. Nu is die mooi. Ik zal zo meteen op mijn voorbeeld laten zien wat ik fout heb gedaan. Ook ik leer, hè? Nog steeds. Ook hier weer. Niet te nat, die spons. En dep, dep, dep. Als je denkt dat het niet wit genoeg is, dan kan je het beter zo meteen nog een keer doen. Als te veel verf op je sponsje doen. Kijk eens hoe mooi. Keurig. Is de ene kant en de andere... Ja, klopt. Van mijn papier bedoel je trein? Treintje, mijn ene kant van mijn papier is inderdaad gladder en de andere kant is ruwer. En ik werk nu op de ruwe kant. En het is het papier van Art by Marlene. Gewoon wat haar eigen papier. Daar had ze een blokje van. Maar je kan ook dat papier uit haar journals nemen.
en hem gewoon op maat maken. Maar dat is prima papier voor wat ik nu aan het doen ben. Dit vind ik altijd spannend. Hoor ik jullie me tikken? Tik, 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 tik. En laat je niet verleiden om toch weer te veel verf op je spons te doen. Probeer hem echt niet te vol te doen. En gewoon te dap, 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 dap. Nee hoor, niet sorry voor alle vragen, want daar ben ik voor, hè. Dat vind ik juist leuk. Dat betekent dat je belangstelling hebt, dat je wil leren. Daarvoor doe ik het ook. Ik ga even kijken of ik tevreden ben. Ja, ik ben gewoon tevreden. Nou, dat zegt wat, hè. Ik ben niet altijd tevreden. Kijk dan. Hoe gaaf. En ik heb geen lekkingen onder mijn schabloon door. En die ga ik jullie laten zien dat ik die bij de andere wel had. Dit is toch super? Tenminste, ik vind het super. Kijk. Hier ga ik laten zien hoe... Dat ik ze hier wel. Hier heb ik echt dat hij onder mijn schabloon heeft gelekt. En dat is echt mijn schuld geweest dat ik te veel inkt aan mijn sponsje heb gedaan. En nu heb ik het bij deze keer heb ik het goed gedaan. Oké, ik ga even mijn schabloon in het water doen. Dan hou ik hem goed. Ik werk op zolder. Daar heb ik geen kraan. Maar ik heb altijd wel een emmer water staan. Geef niet, Marlies. Er zijn zoveel lives. Ik herken dat hoor. Gezellig dat je nog even meekijkt. Zo, even mijn handen een beetje schoon. Ik ga zo tekenen en ik wil het niet afdrukken van mijn vingers op mijn werk hebben. Zo. Het gaat. Even mijn zakje weg. Kijk, en als je nou zegt van oké, nu kan je ook beslissen dat je zegt van oké, ik doe hem weg. Zoals ik nu. Ik denk niet dat ik hem nodig heb. Dan... Denk ik dat hij wel droog is. En deze verf droogt vrij snel. Dan kan ik deze ook wel even wegdoen. Die moet in het water. Al je, hoe heet het? Sponsjes gewoon in het water, hè. En die ga ik straks gewoon uitspoelen. Zo. Wat gaan we nu doen? Hé, mijn beeld staat stil. Nee, toch? Ja, hier wel, maar... Telefoon gelukkig niet. Weg. Zo. Dan gaan we eerst deze afmaken. Ik heb de hartjes van de bloemen heb ik hier geel gedaan. Nou kon ik net mijn gele molotov niet vinden... Maar ik ga nu gewoon mijn oranje gebruiken. Dit is een Molotov Twin Marker. Een acrylic. Er zit dus gewoon acrylverf in. En daarmee moet je altijd wel schudden hoor. Want anders is die niet zo... Kijk. Dan kan je de hartjes inkleuren. Nou, die kleur past ook prima bij de achtergrond. Dus dat komt ook goed. En zeker op het blauw komt het mooi uit. Kijk hoe leuk. Tenminste, ik vind het leuk. Oh. Ja, Ali, natuurlijk kan dat met alle verf. Zoek gewoon de kleurtjes die jij mooi vindt. Zoek een mooie... Ik ga even zeggen, zoek een behoorlijk
nou niet donkere blauwe, een echte blauw, zeg maar een indigo vind ik wat dik. Zoek een turquoiseblauwe, zoek een paarse, een roze, een oranje en een gele. Lekker helder van kleur en dan kom je een heel eind welk merk je ook neemt. Amsterdam heeft ook prachtige kleuren. Nou, zo zijn er wel meer. Merken Ara. Ik zal er vast nog vergeten, maar met deze werk ik dan. Oh, je hebt natuurlijk ook, hoe heet ze? Dina Weekly, Tim Holtz, al die, die heb ik ook allemaal hoor. Daar zitten vast kleuren tussen die ook heel geschikt zijn om dit mee te doen. Gewoon een acrylverf, daar gaat het over. Zoek een acrylverf. Nou, dan hebben we alle hartjes geverfd. Dan wil ik hem even laten drogen, even wapperen. Want ik ga de bloemetjes omtrekken met een zwarte gelpen. Wat voor zwarte gelpen heb je nodig? Nou, dat kan eigenlijk met heel veel zwarte gelpennen. Ik heb er meerdere nu even uitgezocht. Dan kan je zien. Talens kan ook natuurlijk. Dus zoek wat je hebt en dat lukt van te vast. Kijk, hier staat mijn bakje met spullen. Ik ga beginnen met de Copic Multiliner. Die is wel erg dun, volgens mij. Nou, wat je kan doen, wat ik ga doen, ik ga de blaadjes omtrekken. Moet dat precies? Nee, dat hoeft niet precies. Je ziet dat deze het gewoon doet. Ik ga een andere pakken. Ik wil jullie laten zien dat het eigenlijk altijd... Dit is een wat dikkere. Nou, daar kan je voor kiezen. Wat vind je zelf mooi? Moet je precies binnen het lijntje blijven? Nee hoor. Je mag zelfs een beetje tempo erin zetten. Zodat het lekker sketchy is. Kijk, bij deze doe ik gewoon uit één hand alles eromheen. Ook rond het bloemhart. Kijk. Dus als je zegt, moet je binnen de lijntjes of net buiten het lijntje? Nee hoor, trek ze om en het maakt niet uit hoe. Als je maar een mooi randje, dan komen ze iets makkelijker naar voren. Je ziet dat ik hier uit één beweging ga. Maakt allemaal niet uit. Deze kant. En dan gaan we zo meteen eens bedenken wat we erop gaan doen. Zie je hoe makkelijk ik ze omtrek? Zal ik weer een andere stift nemen? Deze doet het heel goed. Nu ga ik voor de Signo, de Uniball. Nou, die hebben ook de meeste mensen van jullie. Die doet het ook. Kijk, geen enkel probleem. Die is wat feller van kleur. Dat is wel leuk dat je dat nu kan zien. Maar ze doen het dus eigenlijk allemaal. En het lijkt heel veel werk, maar het is het niet. En als je zegt van, nou, ik vind het eigenlijk niet mooi, ik wil ze graag alleen maar wit houden. Wie let je, hè? Dat kan altijd. Als je zegt van, ik vind dat mooier, dan doe je het lekker zonder. Ja, ik vind ook dat ze mooier uitkomen. Ze spreken meer. Maar smaken verschillen. Dat heb ik wel geleerd. En dat is niet alleen in je creaties maken. Dat is ook qua kleding, qua huisinrichting. Nou, dat weten we zelf allemaal wel. En gelukkig maar, anders zouden we allemaal in dezelfde broek of jurk of trui lopen. Nu heeft iedereen lekker zijn eigen keus. En dat hebben we ook qua creaties maken. En je haalt ook heel veel, vaak, de stijl van iemand eruit. Als ik nu naar deze collectie kijk van Marleen, Art bij Marleen. Ja, dat klopt gewoon. Dit is Marleen. Kleurig, vrolijk. De stijl
van de bloemen, van, sorry, van de vogeltjes, van de poppetjes, alles. Je zou zeggen dat herken je op afstand. Kennen jullie dat? En dat is het leuke. Ook bij grote artiesten, die hebben ook allemaal een eigen stijl die je eruit haalt. Het is evenveel tekenen, maar ik hoop niet dat jullie het erg vinden. Dus volgende week ga ik jullie een nieuwe stift laten zien met heel veel mogelijkheden. Ik mag er nog niet te veel van verklappen, maar kom echt even kijken. En ik ga proberen om er ook al dingen mee te doen. Ik heb ze nog niet in huis. Ze komen eraan. En je snapt dat ik er naar uitkijk. En volgende week ga ik met de Crunch collectie aan de gang. En daarmee ga ik ze ook gelijk uitproberen. Dus ik ga nieuwe voorbeelden maken. Maar er ligt hier alweer heel veel wat... Oh jee, weer nieuwe stiften. Ja, erg hè. Ja, dan kunnen we ook zeggen... Oh jee, weer nieuwe kleurpotloden. Ja, die komen er ook aan. Tenminste, een uitbreiding. Er komt een uitbreiding aan van de Intenspotloden. Yeah! Hoe happy kan je mij maken? Jullie weten, ik ben een fan van de Intense. Dus er komen nieuwe kleuren bij. Passen ze niet meer in mijn etui? Zo. Ja, klopt. Deze stiften die er aankomen hebben ook weer iets bijzonders. Ze zijn in ieder geval licht echt. Net zoals de potloden van Derwent. Dit komt van hetzelfde soort fabrikant die het allemaal uitbrengt. Ik ben er heel happy mee. We gaan kleuren. We gaan kleuren wat er op de achtergrond moet. Nou, in diezelfde collectie zijn er van die hele leuke paper elements uitgekomen. Bloemen en vogels en vlinders. En ik wilde eigenlijk naar de vlinder. Kijk. En dan wil ik natuurlijk ook een vlinder met jullie kleuren. Nou, ik denk dat ik deze twee doe. Ja, die heb ik al klaar. En dan gaan we die grote nu kleuren. En ja, Mariek, keuzestress. Vreselijk, hè? Ja, ik herken het. Want ook ik, bij mij vliegen ze niet zomaar naar binnen, hè? Dat denken mensen soms wel eens, maar dat is niet altijd waar. Daar gaan we. Ik heb hier genomen een rood-oranje kleur. Gaan we nu ook doen. Ik ga mijn bakje water pakken. Die had ik even opzij gezet in verband met natuurlijk knoeien van mij. Daar ben ik zo goed in. Omstoten en knoeien. Oh, dat kan ik zo goed. Heerlijk. Even een stukje keukenrol ook erbij. Dat heb ik wel nodig. Ja, daar komt ie. Zo. Dan ga ik met rood hier aanzetten. Vanuit het lijf zet ik als eerste rood aan. Niet helemaal vol. En vanuit de kant zet ik oranje aan. En die twee ga ik inkleuren en die laat ik lekker... Oh, jullie zien lekker mijn toetje. Ik begin bij de lichtere kleur, bij de oranje.
En die laat ik naar het midden toe lopen. En dan ga ik naar de rode kleur. En in het midden laat ik die twee kleuren met elkaar mengen. En dit papier leent zich heel goed om met de aquarelpotloden op te kleuren. Nou, dat doen we ook aan de andere kant. Vanuit het lijfje eerst het rode aanzetten. En hier zeg ik niet tegen jullie, hoef maar een klein beetje. Hier kan je gewoon lekker een, zeg maar, goed veel pigment aanbrengen. Dat kan die heel goed hebben. En je ziet, hè, langs de rand een rand en in het midden laat ik hem vrij. Dan ga ik weer vanuit het oranje, laat ik het verf worden. Dan vanuit het rood en in het midden ga ik ze mengen. Het gaat heel goed met deze. Oké. Dan ga ik de paarse rand langs de bovenkant zetten. Dat is niet deze, dat is deze. Dan, willen jullie trouwens de kleurnummers weten? Dat is misschien ook wel handig. 410 Hot Red. En de oranje is... En de oranje is... Tangerine 300. Nu ga ik met... roze, dat bovenstuk. Aan twee kanten gewoon het roze inkleuren. Pak ik mijn waterpenseeltje weer. En dan zet ik hem, laat ik hem lekker naar het midden toe. Kleur ik hem in. De andere kant. Dan ga ik de onderkant doen en dat ga ik met blauw en groen doen. Vanuit het lijf ga ik naar het blauwe. Zie je weer, dit is de 900 Iris Blue. En aan de andere kant ga ik een lekkere geel-groene kleur zetten. En die heb ik nog niet gepakt. Ik zal even mijn doos er, mijn ding erbij pakken. Dat is 1400. Dat is appelgroen. Zo. Die zet ik aan deze kant. En dan ga ik deze twee kleuren zo meteen ook weer lekker in elkaar over laten lopen. En het leuke van dit werk is, bij deze stijl hoef je niet zo precies te kleuren. Dat vind ik wel heel grappig, om het ook eens een keer lekker spontaan, makkelijk, losjes, zoals ze dat noemen, alles in te kleuren. Kijk hoe mooi die kleur. En dan vanuit het lijf het blauw hier zo. En in het midden lekker met elkaar mengen. Alsof de kleuren overlopen. Je ziet dat ik mijn kwast even schoonmaak, want ik wil juist in het midden dat die mengt. En dat niet of groen of blauw overheerst, maar gewoon een heerlijke kleur. Dan ga ik de buitenrand met geel doen. En die zet ik aan langs de buitenkant. Gewoon met geel aanzetten. Kijk. En die kleur, dat is een beetje heel nat. Die kleuren we ook gewoon vanaf de rand in. Nou, dan heeft hij hier witte randjes. En die ga ik gezellig met mijn Molotov markers doen. Dan komt hij lekker uit. Ik heb hier een lekkere, felle roze kleur. Je ziet, hè, die schud je dan altijd even. Hoe kijk jij welke kleuren bij elkaar passen? Nou ja, dat vind ik een moeilijke vraag om te antwoorden. Dat doe ik heel vaak op gevoel.
Ik heb onderhand wel geleerd dat kleuren die in het kleurenwiel naast elkaar liggen, dat vaak bruine kleuren. Maar je kan ze ook tegenover elkaar doen. Even kijken, heb ik hier toevallig een kleurenwiel liggen? Ja. Ik heb hier een kleurenwiel. Als ik het nou niet weet, dan is het heel handig dat je bijvoorbeeld tegen rood-violet, daar tegenover ligt geel-groen. Die kleuren, dat zijn complementerende kleuren. En je kan ze hier dus ook zien, waar de pijl staat. Die kleuren kan je altijd met elkaar, naast elkaar gebruiken. Dus ja, zo doe je het. Zo zoek je het bij elkaar. En hier kan je ook weer andere... Maar zo werkt het voor mij. Als ik hem hier dus op het rode zet... Als je dan in deze strook, dan ga je naar het roze en ga je hier naar het lichtgroen. Dat kan gewoon goed bij elkaar. Ja, en voor de rest is het... Ik probeer heel veel dingen uit, hè. Ja, heel goed. Kleuren die tegenover elkaar liggen versterken elkaar. Dankjewel, Erika. Heel goed gezegd. En dan ga ik hier deze rondjes inkleuren met mijn felle neonkleur marker. En ik ga aan de bovenkant een andere kleur doen. Die vind ik niet mooi. Ik ga daar groen doen. En vaak is het voor mij, en dat klinkt raar, ook wel eens een gevoel. En dat zul je herkennen. Je krijgt ook favoriete combinaties. Dat je denkt, dat vind ik mooi samen. Het is ook veel kijken bij anderen wat voor combinaties zij gebruiken. Nou, dan kom je er over het algemeen wel uit. Blijf je ga ik oranje doen. Nou, zo is het toch een heerlijk kleurige vlinder geworden. Deze laat ik even drogen. En dan ga ik die andere uitknippen. Want, en daar kan je over van mening verschillen. Maar ik vind, en wie ben ik hè? Ik vind die grote witte rand niet mooi. En ik ga die andere laten zien. Daar heb ik wel een wit randje, maar ik heb hem minimaal gemaakt. En dat ga ik nu ook doen. Ik vind het wit te overheersend voor de kaart die we aan het maken zijn. Dus ik ga nu heel gezellig even een stuk van het wit eraf knippen. Je kan hem ook helemaal het witte afhalen. Maar dan zit je weer met de voelsprieten. Ik denk, weet je wat ik doe? Ik doe een minimaal randje eraan. Nou, en dat beviel me wel. Dus vandaar dat ik nu weer aan het knippen ben. Ik zie dat ik hier ook de randjes nog moet doen. Tenminste, de buitenrand van de vlinder nog even moet bewerken. Dat kan. Zo. En dan ga ik zo meteen kleuren. Er is zoveel binnengekomen vandaag bij mij. Van Studio Light, wat er allemaal uit gaat komen. Ik ben een gelukkig mens. Daar kan ik heerlijk mee spelen zo meteen. Eerst even mijn filmpje downloaden. En op de site zetten. En ik moet zeggen dat ik best moe ben. De kleinkinderen waren een beetje drukkies vandaag. Kijk, dit vind ik mooi. Ik vond namelijk die ene een beetje kaal. Dus ik dacht, ik ga voor twee. Dus die komt hier. En, oh, dan ga ik even ook de puntjes doen. Zie je dat het mooier is als je... Het wit stukje weghaalt. Tenminste, ik vind het mooier. Hier ga ik hem groen doen.
Ja, waarom doe je hem daar groen? Ja, weet ik niet. Omdat ik dat een mooie combinatie vond. Dan ga ik hem aan de onderkant roze doen. Kijk, nu heb ik hem net geschud en dan doet hij het nog goed. Maar je hebt kans dat je, anders moet je hem altijd even schudden, hè, dat hij weer, dat de verf goed, anders krijg je heel waterig en dan droogt hij heel raar op. Nou, dan kan die drogen. Ondertussen is mijn andere vlinder wel droog geworden. Gaan we die ook uitknippen. Zo. Ja, mooier, hè, zonder wit. Ja, vind ik dus ook. Zit met zwarte wachten op de nieuwe folder. Ik heb hem. Wil je dat ik hem laat zien, Eline? Ik heb de folder hier achter me liggen. De nieuwe folder. En degene die dan denken, oh jee, die moeten anders de oogjes maar even dicht doen. Maar als jullie zeggen, nou, doe nog maar even niet, dan niet. Oh, leuk, de nieuwe folder. Ja, nou, dan ga ik hem pakken. Even deze vlinder uitpakken, uitknippen. Ik heb hem vandaag binnengekregen. Dus, en dat zijn ook spullen die ook nog niet overal in de winkels liggen, wat wel eraan zit te komen. Want er zitten heel veel lijnen die in april uitkomen. Maar ook die in juni uitkomen. En in mei, dus de komende 3 maanden. Ik weet wel dat ik me niet verveel. Zo. Ja, heel gevaarlijk. Dus degene die denken van, oh jee, ga ik waarschuwen, dan kan je je oogjes dicht doen. Nee hoor, we zijn grote mensen. En als je denkt van, bruin heeft het niet deze maand, dan doen we het niet. Dat komt mij ook voor hoor. Kijk, super. Ik ga hem opplakken en de tekst en dan kan ik de volgende pakken. Dus degene die de folder willen zien, moet even geduld hebben. Je ziet dat ik de vlinder ga ik weer laten zien. Inknip hier. Dan kan ik de vleugels bewerken. Ik knip hem dus in een stukje. En wat doe ik dan? Nou, dat heb ik jullie al vaker laten zien, hè? Ik rol hem over een pen. Of in ieder geval... Ja, dit is even een uit mijn gereedschapsbakkie. En dan doe ik de vlinder er even zo overheen. Dan kan je hem buigen naast het lijfje. Kijk, en dan krijgt hij dus volume. Dat ga ik ook bij de kleine doen. Kijk, niet helemaal, maar een stukje. Ik vind, als zo plat is zo plat. Terwijl als je dit doet, dan ja, leeft hij meer. Krijgt hij wat meer diepte. Nou, dan gaan we die opplakken. Zo. Even kijken wat ik ga doen. Ik denk dat ik het met een dotje kit ga doen. In het midden van het lijfje doe ik lijm. Want die ga ik sowieso plakken op de achtergrond. Kijk. En dan doe ik onder de vleugels een dotje lijm. Een dotje siliconen kit als die het doet. Ja. Oh, dat is één.
En dan kan je ook bepalen, hè, dat je dus onder de bovenvleugels of onder de ondervleugels meer of minder doet. Hè. Dan krijg je dus het hoogteverschil. Maar nu kan ik deze zo meteen induwen tot hoe hoog ik hem wil. Kijk. Nou, die plakt. Dat is 1. Dat geldt voor deze ook. Eerst het lijfje. Oh. Lijm. Marleen. Wat leuk. Kijk. Zo krijg je. Ik moet hem vullen weer. Maar dat kost nu te veel tijd. Zo kan je dus de vleugels gewoon wat diepte geven. Kijk, hoe geinig. Ik vind hem geinig. Dan ga ik naar een ouder quoteboekje. Nou, die stond in de, zeg maar, in de producten. Ik weet niet of die er nog is. En daar ga ik een leuke tekst uitzoeken. Even kijken. Dazzle them with color. Dat vind ik wel een leuke. En die ga ik hier tussen zetten. Want dit is wel heel erg kleurrijk. En daar zou je nog onder kunnen zetten. You can do this. Maar ik vind het eigenlijk zo wel mooi. Of zullen we er toch nog wat bij doen? Daar hebben we hem weer, hè, Marjan. Twijfelkontje, twijfelkontje. Ik ga toch yes, you can do this eronder doen. En wel recht plakken. Ik heb een hekel aan scheef plakken. Kijk, kijk, kijk. Nee, Marjan, scheef. Tuttebel. Kijk. Nou, dan kan je ervoor kiezen dat je er nog een randje voor langs zet, maar ik hou hem even zo. Dan ga ik. Normaal doe ik de achterkant van mijn kaart lijmen, maar omdat het nu. Ja, ik kan wel kant uit naar hoog doen. Ik wil niet mijn vlinders pletten. Dat vind ik zonde. Om mijn vlinders te pletten. Dus doe het even zo. Dat had ik beter eerst kunnen doen. Dus dan leren jullie weer van, hè. Plak eerst desnoods je achtergrond op je matpapier. En dan uiteindelijk je vlinders erop, want nu als ik nu op de vlinders zou drukken, dan ben ik mijn laagje kit aan het in elkaar duwen. En dat schiet natuurlijk niet op. Nou, wat je nou kan doen als je hem wil laten drogen, want ik zie hem hier en daar een beetje op, wipper de wipper. Dan leg ik er altijd gewoon even wat op. Leg je er een stift op. Of dat komt wel goed. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie, ja, een vrolijke kaart. Maar Roswitha, dat wilde ik. Hè. Ik wilde met een chagrijnige wil jullie een beetje naar een zonnig ideetje geven. Ik ga de folder pakken, zoals beloofd. Dus, wil je het niet zien, tot volgende week. En anders, daar komt hij hoor. Ik leg hem even opzij. Daar komt hij. Nee, ja, maar ik ben ook van de pastel, hè. En dit vond ik ook leuk. Dus zo, af en toe vind ik het gewoon heerlijk om eens lekker buiten comfortzone te gaan. En denken, nou, dat is toch ook onder. Dames en heren, daar komt hij. Da-da-da-da. Daar komt een hele leuke serie Sunflower Cases aan. Nou, daar staan. Dat is papier en stansen. Nou,
Daar staan een heleboel voorbeelden van mij ook bij. Mag je gaan kijken. Er komen weer mooie dyeblokken aan. Er komt een mooie peperstek aan. Blauw-groen. Heerlijk. Mooie dyes. Strandthema komt eraan. Dan krijgen we hier weer mooie clearstems met bloemen. En hier krijgen we weer een nieuwe serie Laurens en Vergurp. Dat is zomerdingen. Ja, geweldig. Mijn kleinkinderen zagen hem vandaag en die zeiden van... oma, die vind ik leuk. Een surfende schildpad en een vissende kikker. En een beer op een brommer. Allemaal in het zomerthema. Heel erg leuk. Dan komt er weer een hele set met van koortjes uit. Daar ga ik mee live. Eind van de maand pas hoor. Die komt dus uit met nieuwe stempels. En nieuwe stickers. Stiften erbij in de passende kleuren. Kan je dit boekje bestellen? Leonie Heijnen. Ik weet niet of ze al in de winkel zijn, die boekjes. Maar als je een bestelling doet bij een hobbywinkel, dan kan je er ook om vragen of ze hem erbij sturen. Want ik weet in ieder geval dat sommige hobbywinkels hem ook weggeven. Want daar zijn ze ook in principe voor. Dus je kan er altijd denk ik wel om vragen. En er zijn wel meer mensen die hem in huis hebben. Die denken van, dat wil ik wel heel graag hebben. Nou, hier krijg je weer Sweet Stories met een zeethema. Zo gaaf. Die vind ik ook wel heel erg leuk. Dan krijgen we de Craft Lab weer met rondjes met allerlei dingen. Je krijgt de Essentials van Marlene weer met kwasten. Oh, die komt met sponsjes. Ja, inderdaad, die komt met sponsjes. En weer een nieuw album. Leuke huisjesstempels. En ja, echt weer heel gaaf papier. En kijk eens hoe een leuke masks eraan komen. Dan komt er weer layered masks uit. Er komen weer achtergrondstempeltjes. Nou jongens, wat willen we nog meer? Een mixed paper pad. Dan krijgen we hier al Laurens en Vergurp kerst. Maar dat komt pas in juni, hè? Dus het is heel ver weg. Er komt nog een nieuwe kraftlab. Er komt een nijlpaardje wat ik zie. Nou, een hele nieuwe crunchlijn in de thema herfst. Ik stel me onder de verf. Nou, daar zie je ook weer heel veel voorbeelden van mij bij. Er komen plakpareltjes, sterfolie, er komen vouwdingen. Ja, er komt weer een nieuwe paperpads uit met nieuwe kleuren. Er komt een nieuwe inkset uit, een watercolor paint set. Er komen nieuwe markers, aanvullende markers. Ja, ga maar sparen. Kijk dan een prachtige collectie van, hoe heet ze? Janine komt er weer aan. Kerst, kijk, traditionele kerst. Heel leuk in het rood en het groen. En hier ook een andere kleur. Ja, ik vind het een beetje Noors. Ja, Noors in ieder geval Scandinavisch-achtig met het blauwe. Wel heel leuk. Mooie paperstek ook weer. Nou, dames, genoeg weer om te sparen. Wat ik zo zag. En ik heb hier alweer een doos vol om voor te bereiden voor jullie. Maar ondertussen, ik vond het weer hartstikke leuk dat jullie erbij waren. Ik bedank voor je aandacht. Ik ga mijn ding en mijn video downloaden. Ga hem op mijn YouTube-kanaal zetten. Fijn weekend alvast. En graag tot volgende week. Doei doei. Fijne avond.